allemaal! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En ik ben weer met mijn sister! En we hebben een veel aangevraagde mukbang. Ja, er werd eigenlijk heel veel aangevraagd met boter ook bij. Maar dat gaat niet lukken. Dus we gaan hem lekker samen doen. Nou, we hebben super veel lekkere sushi's besteld. En we gaan ondertussen juicy vragen beantwoorden. Ja, juicy gevraagd? Ja, juicy en spicy. Ja, dat is beter dan die rare... hoe oud ben je? Ja. Nou, pak de sushi erbij. Kijk, ook een foto. We hebben een hele tas vol. Bij I Love Sushi. Zo duur. Ja. Nou ja. We hebben hier lekkere gyoza's. Die stonden dus bij appetizer. Zo zijn ze. Nou. Die moet echt eerst eten, want die wordt het. Heb ik lekker een handrol. Anders hadden wij met natuurlijk volgens mij ziet er wel heel goed uit. Dan heb ik een boxje met California, zalm en ebi fry. Lekkere avocado. Oh, Sarah, wat de fuck is dit allemaal? Oh, dit is veel te veel. Nou, eten we maar op. We hebben extra. We hebben extra gekregen. Dit hebben we niet besteld. Ik heb een Crunch California. Nou, die heb ik niet besteld. En een Crunch ebi. Ik krijg altijd extra dingen. De vorige keer kreeg ik een hele box gratis. En dan hier. We hebben dat echt niet besteld allemaal. En wat is dit? Is dat gefrituurde? Oh ja, dit is een gefrituurde rol. Ook heel lekker. Deze hebben we niet besteld. Nee. En dan bootjes vergeten. Ja, dat is dan vervangen. Ja. Dat had ik vorige keer ook. Kreeg ik geen garnalen, maar dan kreeg ik gewoon een hele box. Nou ja, ik ga eten voor mijn leven. Ik ook. Lekker gembertje erbij. Oh, dit is goed dit. We hebben echt gewoon allemaal lekkere dingen. Ja. Dat is ook wel duur, dus dat mag ook wel goed doen. Ja. Ik heb ook zo heel duur. Ja. Zijn jullie wel eens verliefd geweest op dezelfde jongen? Denk ik niet. Nee. Wij hebben niet echt hetzelfde type eigenlijk misschien. Of wel? Ja, ik weet niet, we hebben dat nooit gehad eigenlijk. Nee, we hebben het nooit gehad. Nee. Want jouw exen zijn zeg maar niet waar ik op zou vallen. Nee. En jij misschien andersom ook niet. Nee. Chili saus bij gyoza. Ja. Maar is toch altijd zo ander? Ja. Wat vind je? Oh, er zijn 4. Oh, echt. Wat is het ergste dat je ex bij je heeft gedaan? Zo ja, heb je toen iets teruggedaan? Zo lekker. Op mijn ex, nee. Mijn ex heeft nog nooit. Nu kan ik herinneren, echt iets heel erg gedaan. Nee, ik ook niet. Ja, beter voor ons. Echt hè? Zo lekker. Wat is jullie gekste plek? Perfect. Gekste plek waar we geboekt. Geplast in het Vondelpark. Ja, ik denk op een wc, op een festival. Of dat ene, die wc in het hotel. Oh ja, op vakantie. Dat was zo grappig. En een auto is het al. Ja, nou ja, ook nou niet gek, doet iedereen een keer. Ja. Ik denk die van mij onder een brug. Of... in een spa. Nou, we gaan. Lekker. Vorige keer heb ik het zo ervaren of zo. Nou, vorige keer waren we fucking brak. Ja. Heel lekker. Kinderen voor of na het huwelijk? Nou ja. Dat maakt mij niet zo uit. Mij ook niet, maar. Ja. Ik weet het niet. Voor het huwelijk. Nou, maakt me echt niet uit. Nee, maakt me echt niet uit. Misschien wel. Hebben jullie met hetzelfde geslacht wel eens wat gedaan? Gezoend? Ja. Heel vaak. Heel veel te vaak. Maar niet meer. Deze heb ik wel eens op. Deze heb ik nog nooit op. Nee, ik ook niet. California ebi, lekker fry crunch, even. Crunch. zo lekker. Dit is echt het beste sushi hoor, daar. Mm. Echt top. Wow. Ik heb nooit met dezelfde jongen gezoend. Dat hebben we denk ik wel. Ja. Ja. Ja, dat hebben we al meerdere keren gehad. Hè? Ja. Maar dat betekent maar dan weten we gewoon dat het dan niks betekent. Mm-hmm. Geen seks of slechte seks? Nou, dan geen seks. Want dan kun je geen kinderen krijgen. Hoezo? Ja, op welke manier dan? Ja, ja maar gewoon... Ja, maar nooit meer in je leven seks of dan slechte seks. Oh zo, ja. Gewoon voor een keertje. Oh, nee. Oh ja, ja. Ik denk gewoon, zeg maar met iemand, dan... Ja, dan maar slechte seks. Ja. Dan maak ik het maar goed. Liever dat die jongen knap is, of dat hij goed in bed is. Dus zeg maar als je vriend. Maar stel je vriend is goed in bed of hij is knap. Maar ja, nou, is hij dan normaal of is hij dan lelijk? Kijk, als hij vriend is, dan vind je hem sowieso knap. Mm-hmm. Ja, dus. Nou, goed met weg. Ja. Mm. Geen liefde of fake liefde? Geen liefde. Ja, als we verder met roken. Dan voel je toch niet gelukkig met fake love? Fake love. Fake love. Mm, zo lekker man. Nou, deze is heel moeilijk. Seks voor of na het huwelijk? Ik denk na de... Ja, dat is een grapje. Ja. Tuurlijk. Echt bizar dat ze dat vroeger gewoon deden. Gewoon wachten tot huwelijk. Maar ik geloof dat eigenlijk niet hoor. Mm. Dat kan niet. Mm. Lekker. Lekker die avocado man. Maar loopt ook weer weg, dus rand op nou, gegeten. Dat is normaal. Wat is jullie gekste, raarste ervaring met een jongen? Nou, ik heb nog nooit iets gehad waarvan ik dacht van wow, wat de fuck gebeurt me nu? Nee, want ik vind sowieso iets niet heel snel heel gek of zo. Nee. Ik ook niet. Nou. Wel met uitgaan of zo. Ja, dat jongens dan, dat is om me gooien en dan zegt ik ga je neuken, ik ga dit en dit. Maar niet echt, ja, op een andere manier. Gewoon maar rollen. Of DM's, dat je sommige DM's maakt dat je denkt van. Oké, dat is heel raar. Ja. Snap dickpics, random snap ik echt. Ja, of wil je seks met mij, dan krijg je €1000. Die kreeg je pas. Nou, ik kreeg laatst. Dat was echt denk ik vorig jaar eigenlijk. Kreeg een DM van iemand en die wilde een foto van mijn voeten. Mm. Daar kreeg ik dan €500 voor. Dat is toch raar? Er was een stalker in de buurt. Was dat een stalker in de buurt? Elk meisje in de buurt kreeg die vraag. Hij had een voetenvestjes en hij deed met elke meid hier in de buurt over voeten. Ik weet niet wie het dan is. Wie dan? Ja. Maar ik kreeg het op Instagram dat er een ander random account. Voeten, iets met voeten-account of zo. Ja, ik weet. Want hij snapte mij ook altijd stuur een foto van je voeten. Mij ook. Raar. En met sok aan. En ja. Heel raar. Welke broekpijp heb je aan? Ja. Heel raar, hè? Weirdo. Ja. Ik heb al bijna eerder zo'n flesje op. Lekker toch? Ja. Gaat Isabelle nog met haar vriend? Nou, het is wel uit, maar ja, we spelen elkaar nog wel. Ja, dus nou, dat is alleen maar top. Ja, als het zo kan gaan. Precies. Wanneer heb je voor het laatst seks gehad? Ik schrik daar. Toch? Welke dag is vandaag maandag? Maandag, dus woensdag. Oh, jezus. Ik zondag. Ja. Oh ja. En ik gisteren. Hoe zit het met het liefdesleven? Ja, wat moet je erover zeggen? Gaat eigenlijk wel leuk. Voor mij. Nou, bij mij ook wel. Denk nou, dat we niet zo kort seks hebben gehad. Nee, dat zou waar zijn. Dat kan. Nou, dat kan. Wel een stent voor elkaar. Wie heeft de meeste jongens gezoend van jullie? Hm? Wie heeft de meeste jongens gezoend van jullie? Ik zou het niet weten. Dat kan niet, dat weet je niet. Ik heb het niet bijgehouden. Ik denk wel een beetje gelijk. Ik denk dat ik wel veel in ieder geval. Ja. Ik kan mijn handel eten, dan begin ik met mijn handel. Ik heb een spicy salmon handel. Ik heb nog nooit op. Nou, en ik heb ook al één bakje op saus. Mmm. De sushi is zo lekker. Mm. Ik vind hem gewoon denk even lekker als uit Meidrecht. Ja, daar hebben ze wel iets specialer voor dingen, maar zo, het is heel pittig. Maar wel lekker. Ja, ik heb nog niet eens drinken. Noem je crush. Ik heb helemaal geen crush. Ja. Zo van, of een celebrity crush heb ik ook niet. Nou, Justin Bieber. Dat heb ik altijd gehad. Ja, maar Justin Bieber, ja. Maar hij is echt zo iemand. Ik ken hem niet eens. Maar ik wou net perfect. Ja, maar ik wist dat je echt iets gezegd van die bij mijn pas. Ja, maar die, nee. En die, hij is gewoon zo'n voorbeeld van hoe je wilt hoe jongens zijn. Ja, dat is wel echt zo. Hoe hij praat over zijn vriendin. Mm-hmm. Ja, nou. Nou, dit valt uit elkaar. Deze is echt zo lekker. Kijk, dit avocado. Avocado met garnaal. Ik ga die ook een keer nemen. Echt, deze is echt heel lekker. Wat vind je aantrekkelijk aan een jongen? Innerlijk en uiterlijk. Nou, uiterlijk gewoon dat hij verzorgd is. Nou. Gewoon, je hoeft niet eens knap te zijn. Nou, je hebt natuurlijk wel geknapt, maar je hoeft niet knap voor mij te zijn. Want dat zijn meestal echt arrogant kwallen. Ja. Nee. Ik vind... Ja, ik heb ook niet echt dat ik denk van, nou, als je dat niet hebt, dan zou ik... Ja. Weet je wel, mij maakt niet uit. Als degene gewoon verzorgd is, ziet er leuk uit, kleedt zich leuk. Ja. Zijn haar is leuk. Ja. En zijn tanden zijn gewoon, zeg maar, ik vind het echt vies als je afgerotte tanden hebt. Maar voor de rest, maakt niet uit. En innerlijk vind ik loyaal, lief. Gewoon mooi gebeurd. Maar ik ben ook niet zo heel wit of zo. Zo nep. Nee, gewoon normaal. Ja, maar. En ja, innerlijk inderdaad lief, loyaal, grappig. Gewoon iemand waar je op kan bouwen. Nou, grappig. Nou, je moet eigenlijk niet kunnen lachen. Niet zo'n saaie kut. Nee. Ja, iedereen vraagt of wij ruzie met Bo hebben. We hebben geen ruzie met Bo. Dat is iedereen wel. Maar we zien nog wel wat minder, want we hebben nu gewoon wat andere dingen aan haar hoofd. En dat is niet erg, want soms heb je gewoon een periode dat je de een wat meer ziet dan de ander. Ja. We hebben dat ook even een tijdje gehad, ja. Wat zou een reden kunnen zijn wanneer je de ander uit je leven wil verbannen? Zo. Nou, dat moet heel iets ergs zijn bij ons, want we zijn sowieso familie, dus we kunnen elkaar eigenlijk niet uit ons leven verbannen, want we zouden altijd met elkaar te maken hebben. Ja. Maar ik denk, nou ja, wat is ergs wat je kan overkomen? Ja, dat je iemand vermoordt of zo. Of dat je... Ja, maar stel je hebt er een hele goede reden voor. Nee, ik bedoel, als je iemand vermoordt die dicht bij mij staat om een of andere reden. Of je gaat vreemd met mijn ex of zo, weet ik veel. Nou, met je vriend. Met mijn vriend dan. Maar ik denk dat we alsnog bij elkaar terug zouden komen. Dat denk ik ook. Maar wij weten dat we dat nooit zouden doen. Nee, klopt. Dus dat is ook zo. Ja. Echt, ik vertrouw Isabelle blind. Als we een vriend hebben, zou ik graag... Oh. Blind vertrouwen gewoon. Ja, sowieso. En gewoon 0,0 seconden dat ik denk van oh nee. Maar straks gebeurt er iets. Nee. Absoluut niet. Hebben jullie wel met iemand gezoend die echt uit zijn mond stonk? Vast wel. Ja. Dat ik echt denk, als je gedronken bent, als een knoflook. Ja, zo'n vieze geur. Wat doe je nadat je iemand gezoend hebt? Nou, niks. Nee. Wat moet ik zeggen? Nou, bedankt voor het zoen. Mooi weer. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor deze zoen. Gewoon je bent klaar en dan geef vaak knuffelen. Ja. Nou, ik zeg niet echt. Als je uitgaat, dan ga je weer verder dansen. Ja. Hey, joe. Mazzel, mis je exen. Ik wel. Niet. Nee, ik niet. Ja, maar ik heb maar 1 ex. Ja. Dus ja. En daarvoor zit ik wel. Nou, ik 2, maar ik mis ze allebei niet. Gelukkig. Ik heb 1 wel heel lang gemist, maar nu niet meer gelukkig. Dat is al bijna 3 jaar uit of zo. Dus november al 3 jaar uit. Of niet? Of 2 jaar? Nou, 2 jaar. Nou, zo is nog lang. Nou. Meest gênante ongesteldheidsverhaal. Ik weet het, maar ik vertel altijd. Wat dan? Nou, dat was op school. En dat gaat gewoon bijna op ook, hè? Ja. Middelbare school zat ik. Ik zat zeg maar op de wc en ik had de deur niet op slot gedaan. Dus ik was ongesteld. Ik trok mijn tampon eruit. Nou ja, ik weet niet hoe oud ik was. Ik denk, nou, ik denk dat ik niet eens mijn kut... 14? Ja, ik had denk nog niet eens mijn kut geschoren of zo. Weet je wel, weet je ja. Net dat ik leek naar... Nee, dat is misschien wel later. 13. Het gaat erom... Ik weet niet, daar zit ik echt iets bij te bedenken. Ja, je zit echt buiten het verhaal om. En ik trek mijn tampon eruit. En iemand trok zo de deur open. Ook die had naar de wc. En ik stond daar van... Zo met... Nee, dat was zo... En maar je kende haar toch? Ik kende haar ook. Oh, dat dan. Maar ik die surf die op het water. Ik hoorde. Ja, dat was heel hard. Maar mijn verhaal... Of doorgelekt of zo. Ja, jij bent volgens mij 3 keer op mijn stoel doorgelekt. Ja. Of op mijn bed. Jij lekt altijd door. Ja, ik vergeet het. Weet je nog, Bo, die was een keer op de fiets doorgelekt. Hele zadel. Ja. En ik. Ja, ik heb een keer, oh ja. Toen werd ik denk volgens mij voor de 2e keer ongesteld. En toen wist ik zeg maar nog niet echt wat het gevoel van buikpijn was. Oh ja. Dus ik had heel erg buikpijn, maar ik dacht gewoon dat ik iets verkeerds had gegeven. Dat ik gewoon heel erg nodig moest poepen of zo. Dus ik dacht, oh nou ja, het zal vast niks zijn. Dus ik op school niet echt naar beneden gekeken of zo. Dus ik naar de Lidl en zo. En opeens, ik merk, oh er zit allemaal bloed. Ik denk gewoon ongesteld fucking erg doorgelekt. Want ik had gewoon niet door. Jezus. Ik dacht gewoon, ik moet echt... naar de wc nodig, want ik wilde natuurlijk niet op school. Nou, ik had het ook op school. Ja. Toen zat ik jankend op de grond, omdat ik dacht, wat is dit? Dus ik naar de wc, er zat allemaal bruine in mijn onderbroek. Dus ik zat tegen de meneer van mij van, ik heb op mijn broek gepoept. Toen zei ze, nee, je bent denk ik gewoon ongesteld geworden. Dat heb ik mijn onderbroek dagenlang verstopt voor mijn moeder. Want ik durfde het niet te vertellen. Ja, maar jij was ook best wel vroeg. Ja, ik was 11 of zo. Ja. Nee, ik was net 12. Het was net mijn eerste paar weken op de middelbare school. Ik was volgens mij 14. Oh ja. Op welke BN'er zouden jullie een kunstje kunnen? En vast wel knappe jongens. Ik zou het echt niet weten. Ik zit vol. Ja, ik ook wel hoor. Welke BN'er? Wat slecht. Nou, dan zou ik Lil Kleine of zo. Ik denk veel. Nou, Lil Kleine niet. Als Lil Kleine niet bekend zijn, zou je hem echt niet knap vinden. Nee, klopt. Dat is waar. Die, het zijn echt wel knappe jongens hoor. Ja. Ja, wie? Ik kan echt even ik ook niet. Wie houdt toch meer zo van gember? Echt, ik vind het zo lekker. Ja, geef een duimpje omhoog als je van gember houdt. Iemand zegt, hoe zijn jullie omgegaan met de corona cravings? Nou, helemaal fout. Want ze zijn echt aangekomen. Ik ben echt aangekomen. Ja, ik heb ook geen zin om het eraf te halen ofzo. Ben je ooit afgewezen door een guy? Zo. Volgens mij niet. Nee. Maar ik ben ook niet iemand... Ik zoek niet. Ik zoek het niet op. Nee, dan word ik gezoend. Ja. En als het gebeurt, dan doe je het samen. Maar niet maar het is niet dat ik achter iemand aanga of zo. Jawel, met Dirk dan, met mijn ouders. Ja. Heb ik dan wel gehad op het begin, vond ik me heel leuk. Maar toen wilde hij dan niet echt zoenen of zo. Toen wilde hij niks meer beter. Nou, en nu? Ja, echt hoor. Toch door zitten eten. Ja. Ik stop er gewoon. Ja? Of niet? Neem allemaal eentje van die. Nou, we hebben het gewoon bijna opgegeten. Kijk, dit rood is. Ja, dat is niet normaal. Wij zijn zo een vreedzakken. Dat slaat nergens. Volgens mij eten mensen hier met z'n vieren van. Ja. Gaat echt nergens over. Ja, 4. Nou. Ja, maar ja. Ik krijg ook geen adem meer. Ik neem nog één om het af te leren. Ja. Ik ga voorlopig geen sushi meer eten. Mm. Ik krijg altijd haat. Dat ik zeg, het is een Q&A. Sorry. Hè? Weer een thumbnail. Nee. Cheers. En doei. Oké, nou ja. Volgens mij is het licht echt heel erg veranderd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet ons niet te volgen op Instagram. En Instagram is Saafverwoord. En jouw Instagram is Isabelle. Dat hebben we net helemaal niet gedaan. Nee. Isabelle tegen een streepje. En vond je de video nou leuk? Een duimpje omhoog. Wil je vaker video? Ook met Isabelle. Een mukbang. Duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. De notificatiebel aan te zetten. En dan zie ik de volgende keer weer. Doei! Bye! Nou, ik ben Dedde. Ook.